heb een jongen hier en een vrouw bijwonend. Keien van de band. Vader van 6 kleine kindertjes. Maar bibliothecaris en ongelooflijk goed. Maar met zulke mensen moet je contact hebben. Hè? Dat biedt ook wel Vlaanderen. Vlaanderen zelf af en toe ook gek te worden. Dus dan denk ik al pintjes en ritjes en datjes. Daar word ik doodziek van. Maar dan nooit zo laat een les gaan zien. Hè? Want als je ergens naartoe gaat, dan is het 10:30 al klaar. En dan beginnen ze. Vreselijk. Dus, maar ik ken natuurlijk van elk land zo'n jongen als Stephanus uit Griekenland. Die zou je moeten kennen. En dan, ik, als Pim Fortuyn in onze theater geweest, was hij doodgeschoten. Homo toestand. Hè. En dat is nu, de homo's zijn zoals ze nu onze SS behandelen. Hè. Nu, als je homo bent, ben je geweldig. En hij zei, ik lees het niet in de grap gisteren. Dus ik heb die 6 mensen, heb ik gezegd, ze mogen hier komen. Ik ken ze al 6. Dus dat is te gek als je boven de 80 bent, dat je voor één fan die je vermoord hebt in orde. Dat je misschien, dat je dan nu nog gevangen gaat over levenslang, ben ik meer. Ja. Dat is te gek voor woorden, hè. Dus ik zei... Ja, die heugde dan, die heugde. Ja. En die andere pijpen. Schande. Nu heb ik helaas mijn krant uitgegeven gisteren en vanochtend niet teruggekregen. Ja. Dus ik heb vandaag... Ken je iemand van de Telegraaf die ik op kan bellen? Iemand van de Telegraaf? Ik absoluut. Nee, helaas niet. Maar ik ken wel een columnist die heet Pamela Hemelrijk. En die heeft bij het AD gewerkt. En die is juist het AD uitgestorven. Ik denk dat ze nogal een eigen mening op nahield. Oh ja? En ze heeft ook een boek geschreven dat heet Niemands Knecht. En dat is misschien wel eens leuk om te lezen. Kan ik u wel lenen? Dat is ook... Je moet er ook om lachen af en toe. Ze schrijft ook heel humoristisch. Ja, ik lees niet meer zoveel. Ik ben zeer gericht op toch hier die vent daar. Die kerel in Oostenrijk. Oké. Okay. Dus, ja. En ik weet eigenlijk te veel. Ik ken te veel mensen. En kijk, zij zitten met een probleem. Wat hebben we wel gewild? Wat hebben we echt gewild? Waar ik nog nooit een woord over gesproken heb. Als ik zeg dat op de maan onze hakkers is, is dat zo. He? Maar je kan niet zeggen, en wat ik nu, ik heb 3 generaties bezig nu langzamerhand. En ik denk, jongen, ook zelfs zo'n Prins Bernhard, dat een schof van de Benny Bent is. Daar, maar ook voor onze mensen. He? Mensen die, waar ik niet van verwacht had, dat ze toch met de Amerikanen zouden werken. Helaas. Maar, ja, kijk, ik kan Hitler beschrijven, ik kan Himmel beschrijven, ik kan Mussel beschrijven. Maar, tot nu toe heb ik alles positief beschreven. Ja, ik heb Mussel wel een beetje een burgermannetje genoemd. Nee, maar wat was toen die periode, dus in de zin van 2002, had u daarvoor Pim Fortuyn al gevolgd? Wat was uw indruk toen? Stond u ervan versteld dat hij neergeschoten was? Had u zich verheugd op een verandering voordat die schietpartij plaatsvond? Dat soort dingen. Hm. Ja. Ja. Kijk, Pim Fortuyn is natuurlijk een iemand. En god, Nederland is dood. Nederland is gewoon onze eigen mensen dood. En Jan Maat, al die figuren, Mordaunt en weet ik wie. Er is geen één die echt een beetje... Ik heb nou één iemand, Etienne Braspenning, is goed. En die wil misschien een nieuwe beweging starten in Nederland. Maar Nederland is een suf land geworden. En Vlaanderen is nog, maar die drinken weer pintjes aan alle kanten. En ik kan geen kind meer zien. Want als ik hier een familie in Vlaanderen kijk, krijg ik meteen 6 kinderen hier in mijn kamer. Dus ik heb elke dag 6 of 5 kinderen hier. Hè. Ik vind het prachtig, hè. Maar ik heb geen zin meer met al die kinderen. Je moet alles. Maar dat is wel Vlaanderen, hè. Dat is wel Vlaanderen. En Nederland niet, hè. Maar Nederland is gewoon... Ik heb nooit verwacht dat Nederland zo... Dood kan zijn als nu is. Die Balkanen is toch een schooljongetje. Je kan toch op de eerste klas in de lage school zitten. Ik zei je gelukkig. Tot de gek. Haarnaad. Ja, ja. Ik zat er zot van worden, zo van. Ja. En dan hoorde ik vandaag een kok, notabene nog een de Nijro, nog meer. Omdat hij perfect dat gepresteerd heeft. Nou zeg, kom zeg.
Dan, waar het stond in de krant inderdaad, stond dat ook nu het eerder doctoraat heeft toen. Van Nijhouden, Dat is een schandaal. Dat is werkelijk schandaal. We leven toch in een globalisering. Een kapitaal speelt uit Amerika, zegt, jullie weg in West-Europa. Jullie mogen geen koeien wouden, geen kippen, geen dit, geen dat. Dus daar heb ik wel iets voor als ze doodgaan. Ik hoorde een paar dagen geleden dat door de bombardement van Amerika, dat boven de 15 kilometer vliegende vliegtuigen, daar is zo erg door al die bombardementen van Irak, etcetera, dat de man impotent wordt, de vrouw geen kinderen kan krijgen. En de zogenaamde politici, zogenaamd als Bush en die vent en Blair, die vliegen onder de 6 kilometer hoogte, dat is nog niet vergiftigd door al die bombardementen van Amerika. Ja, het verrijkte uranium doof. Verschrikkelijk. Ja. Het zit gewoon heel hoog in de atmosfeer. Ja, verschrikkelijk, ja. Het is natuurlijk voor de Amerikanen heel vaak een testcase van uit te testen voor nieuwe wapens. En daar hebben ze het voor gebruikt. En om oude wapens op te gebruiken. En de wapenindustrie daar weer mee aan te slechten. Dus juist een heleboel wapens weggedaan. Die hebben ze gewoon gebruikt. Die Millennium Bug. Ze dachten dat die wapens inderdaad die Millennium Bug zouden krijgen. Dat ze inderdaad, als het 2000 werd, dat ze dan van stad raakten. Dus hebben ze al die wapens in 1999 al gebruikt. Op Servië. Ja. Maar wat ze ook doen is, ze testen natuurlijk ook allerlei nieuwe vliegtuigen ontwerpen op die hoogte. En dat doen ze in de dag als UFO's. Hè. Want Area 51, dan zeggen ze ja, dat waren UFO's verstopt zitten. Nou, dat is gewoon gelul. Want daar zitten allemaal top secret vliegtuigen. De nieuwste stealth fighters, stealth bombers. De CIA heeft een wapen, dat de Predator, dat is een onbemand vliegtuig. En dat gebruiken ze om aanslagen te plegen op mensen. Dat vliegt wel een heel klein vliegtuigje met raketten en vliegtuigen. Die vliegen, daar hebben ze al een paar mensen mee. En dat systeem is in theorie ook te installeren in de passagiersvliegtuig. Ja. En nu hebben ze zelfs een robot machine die onafhankelijk kan werken, zo'n robotsoldaat. Die willen ze ook gaan inzetten. Ze eigen dat is natuurlijk ook veel. Kijk, dat bedoel ik dus met een demografische klap. Ze hebben steeds minder soldaten. Dus ja, ze moeten steeds meer high-tech gaan werken en naar high-tech oorlogen. Dus de eeuw van de techniek. Ja, en is het niet zo dat heel veel technieken van Amerika ook op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog om het zo maar even te zeggen, zijn wit gewassen en onder het mom van de veroveraar naar Amerika zijn gebracht en zoals Werner von Braun de Amerikanen op de maan heeft gezet. En een soort van, is het niet zo, dat is mijn vraag eigenlijk. Amerika is alleen maar gegapt. Dat er heel veel nazi-technologie ook is. Gestorven. Alleen nazi-schepen was slecht. NS. Ja. Het is gewoon, wij waren dus heel ver. Ik heb hier mijn nieuwe dingen, hier vloerplaten. Dit is van Werner von Braun. Jij kan Duits voorlezen, lees jij wat voor. Perfect. Van Werner von Braun. Werner von Braun, meine Mitarbeit bei der Erfüllung des Weltraums hat meinen Glaube an Gott nicht vermindert, sondern gestärkt. Die bemannte Raumflüge sind sicherlich fantastische Leistungen, aber bis jetzt haben sie nur ein kleines Fenster in den gewaltigen Weltenraum geöffnet. Doch was wir durch diese Fenster von den unendlichen Geheimnissen des Universums sehen können, kräftig die Gewissheit, dass es einen Schöpfer gibt. Endlich hat Werner von Braun bei verschiedenen anderen Gelegenheiten von überweltlichen Hinweisen auf Schöpfer gesprochen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ganze Universum ohne so etwas wie einen göttlichen Willen entstanden ist. Ich kann mir die Schöpfung nicht ohne den Plan eines Schöpfers vorstellen. Meine Mitarbeit bei der Erforschung des Weltraums hat meinen Glauben an Gott nicht vermindert, sondern gestärkt. Der unendliche Sternhimmel, der die Raumfahrer dort draußen im Weltall umgibt, wird ihnen eine stete Mahnung sein, dass es eine Kraft gibt, die größer ist als die Schubkraft ihrer Rakettenschiffe.
Gefühl sie werden erfahren, dass es einen Weltgeist gibt, der mächtiger ist als der kalte Verstand ihrer elektronischen Rechenmaschine und dass es eine überwältigende Macht gibt, die größer ist als die Macht ihrer eigenen Nation. Die Menschen müssen immer weiter in die Ferne müssen ihre Räume und Interessen erweitern. Das ist Gottes Wille. Die Wissenschaft versucht, die Schöpfung zu verstehen, der Glauben aber versucht, den Schöpfer zu verstehen. Und niemand kann in diesem Versuch herumkommen. Es ist recht ein seliger Wissenschaftler, wenn er sich einbildet, ohne Glaube oder gar ohne Gott auszukommen. An anderen Stellen sagt Werner von Braun, dass Wissenschaft und Religion Geschwister seien, die sich beide bemühen, die Wahrheit zu ergründen. Die Religion suche nach der Absicht des Schöpfers und der Wissenschaft nach den Gesetzen der Schöpfung. Okay, Werner wilde mir sagen, die Duitse Warfare mit Techniken, en die hebben dus goed gedaan. En ze hebben inderdaad die hele aarde bestaat. En er zijn verschillende dingen. En dat is echt wel interessant, hè. En hele aarde, ja. En dus je hebt dus de aarde, de zuidflank hebben de daar zijn de Duitsers toe gegaan, of naar de orde. En daar in die grotten hebben ze allemaal UFO's, die heb ik, ken ik zelf. Dus het is geen fantasie of het bestaat. En, dat betekent ook. Die Antarctica-basis. Ik heb gehoord dat in dat Antarctica is een basis. Er zijn Duitsers naartoe gegaan naar de oorlog. En er wonen nu meer dan miljoenen Duitsers. En die heet Neues Berlin. Ja, dat is goed. Ja. Dat is correct. Maar alleen het is zo dat. Ja, dus dat heb ik al gelezen inderdaad. Het is al voor de oorlog geweest, hè? Ja. Kijk, in Duitsland is Hitler natuurlijk niet gek geweest. Nee. Je maakt niet een oorlogje en dan verlies je je oorlog. Dat is natuurlijk onzin. Maar het is zo dat de Duitser is nou technisch goed. En die heeft dus veel wapens aan die voordelijk waren, hè? En verder. Zullen die bloemen wegdoen? Die mooie bloemen op tafel zetten. Dat is niks zetten. Die heb ik ook vanochtend gekregen, maar dat is niks, hè? Nee, het is natuurlijk zo dat jullie als jongeren, is natuurlijk verdomd moeilijk. Want Amerika holt ons uit met zijn verdomde rotgeld en zijn globalisering. Je kan niet globaliseren als, hè? En Hitler was de man die de man werkkracht gaf, arbeidsdienst en al die dingen meer. Dat was iets, hè. En dacht je heus uit de SS dat hij ervoor was om mensen te doden. Het was een idealisme, het was een kracht, was een gedachtegoed. Mijn broer is met 15 jaar gaan vallen, maar dat is niet niks. Ja, te hoog, hè. Nee, dat is goed. Ja. Maar ja, ik vind voor jullie, kijk, onze toekomst makkelijker als jullie toekomst. Onze toekomst, toen ik 20 was, ja, ik kom van goede familie, ik ben weer geweest, ik heb in Indonesië, ik ben in Oerbos geweest, ik heb mijn ouders bedankt, ik heb ik een half jaar in Oerbos en met twee mannen. Ja, als ik nu een dochter had, zou ik bang voor zijn, hè? Ik zei, nou, we zijn zo kracht, wij niet in onze tijd, dat komt. En dat was zo'n Oerbos. Als je nu ziet de belachelijkheid, dat de 500 van radio of televisie gaan naar Borneo deze week om Oerbos te bekennen. Ja, zo moet je geen Oerbos zien. Je moet in het Oerbos zijn, als echt. Hè? En als je een tijger schiet, dan is het alleen voor jezelf om te overleven of iets te hebben of zo. Maar al dit soort natuurlijke situaties hebben jullie hier niet meer. Dat is allemaal overgooid met urbanisatie. Ja, ja.
En zelfs het Groene Hart in Nederland, dus in, als vroeger was dat heilig, dat zou nog nooit gebouwd worden en die moet ook gebouwd. Ik ben een bioloog zelf, hè. Ja. Die combinatie van zoet met zeewater, wat nu gaat gebeuren deze dagen, ja. Dat kan katastrofale gevolgen hebben voor de landbouw, voor alles, hè. Dat is misschien weer, ja, ik ben misschien te negatief denkend in die zin. Men doet alles om ons eigen Europa kapot te maken. Ja. Ons Nederland wordt kapot gemaakt. Onze gezonde theorie, ons gezonde zijn, dat is niet meer daar. Nee. En als een vrouw moet werken en een man moet werken, dan kunnen ze geen kind krijgen. Hè? Dan krijgen ze kinderen later. En dat is eigenlijk een onnatuurlijke situatie. Maar het kan niet anders. Ze moeten betalen voor de kinderen van anderen. Ja. Je moet voor al die moslimkinderen betalen. Nou, belachelijk. Laat die in eigen land blijven. Ja. Die hebben wij niet nodig. Maar wij moeten wel werken natuurlijk. Hè? Ja. Het is natuurlijk zo dat heel veel jonge jongens, ik zie het zelf, als ik hier zo'n Oostman heb, dan zeg ik, die spreekt over Tuls. Kom, als je enige Tuls bent bij ons, SS, dan val je eruit, dan word je eruit gegooid. Dus natuurlijk wel, nee, ik kan jou niet zien. Een beetje opzij. Kijk, ik had een paar dagen geleden mijn neef bij me. En die zei, ik begrijp u niet, tegen mij, hè. Zo, waarom niet? Ja, zie, ze is toch al 44, kon je toch al zien, de Duitsers ook verloren. Ik zei, nee. In die tijd leven, nee. Nu kan je het makkelijk zeggen, terugblikkend. In die tijd had je je idealisten, je had je inzet. Dat je heus mijn man naar front gaan te zijn. Als je zegt, nou, ik heb geen zin meer over, ik doe het maar, wat ze zeggen in de krant, hè. Mijn man is, ik dit boek ook, hè. Mijn man is president in het blank geworden, mislukt, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dan weet je niet meer wat. Dan gaat hij maar naar de S toe en dan zelfmoord, hè. Dat is een trend. Maar onze idealisten, onze kracht, wat zij nodig hebben om op te bouwen, dat heb je nodig. En dat moet gegeven worden nu, voor de hele tijd ook, hè. En maar nu is het een tijdperk van, ja, ik noem het, sorry, ik noem het tempo van de homo's. En onze tempo van de SS. En wij zijn uit de markt, hè. Maar mijn moeilijkste twee dagen van mijn eigen leven is geweest. De ene dag dat ik mijn man op de front bezocht. Ik had natuurlijk alle papieren. Ik had natuurlijk, kon overkomen van 16, ik kon niet overal. Dus ik heb mijn man bezocht op 30 maart 45 aan het front. En ik kon hem niet vinden van die boerderij, de waterlinie, alles was onder water, et cetera. En dan is het heel moeilijk vinden. En nou, eindelijk vond ik hem dan. En man dacht, ha, nu ben je bij mij. En dan heb je als vrouw de moeilijkheid. Man en ik waren absoluut één. Maar ik had een babytje nog te verwachten. Plus twee kinderen thuis. En ik zei tegen man, ja, maar in dit geval moet ik voor die kinderen zorgen. Mijn man, dan is het mans eigen. Je bent van mij en we blijven bij elkaar en zo en zo. Ik ben dus wel weggegaan. En die twee kinderen ze hebben gered. Mijn leven is een wonderlijk leven, want ik had ik van 100 man dood moeten gaan. Ik heb al gekke dingen gereden. Maar je hebt een beschermer, moet ik wel bij je, die ergens je opgave geeft in je leven. Als je dan maar luistert hoe je dat doen moet, dan gaat het goed. Mensen die zeggen, ik ben één keer zo. Maar nu is het natuurlijk zo, dus dat was het punt. Ik heb mijn man moeten laten vergeten voor mijn kinderen. Ik heb 12 kleinkinderen, dus als ik tegen de foto van zei, nou, ons gezag gaat door. 9 kleinkinderen en een paar meisjes nog. En het bericht dat je echt weduwe bent. Hè. Ik heb nooit bericht gehad van de Nederlandse Bank dat ik weduwe was. Gosje, Mickey, zo'n een paar jaar. Ik moet toch echt nu realiseren dat ik weduwe ben en ik 3 kleine kinderen heb. Hè? En geld was ons allemaal ontnomen. Dus dat had je dus niet. En dat zijn 2 rotte dagen hoor. Dat ik dacht van man, waar zie je, of weet ik waar. Nu komt er een keertje tevoorschijn. Ik kon me echt niet voorstellen dat hij zich zo heeft laten gevangen nemen, zich zo gemeld heeft in de gevangenis. We hebben onderkend dat onze tegenstander zo gemeen was. Hè?
Dus mijn man is op een verschrikkelijke wijze begroeid, hoe noem je dat, gehuwd is dan in de gevangenis. Wat ze nu toegeven. Nederland schrijft het nu toe. Maar ja, 60 jaar later. Hè. Dus je moet, ik ben nu 88, ik heb dan voor 50 jaar gewerkt. En voor mij verweten door mijn eigen zonen. God was hertort en gedonder met het gedoe allemaal. Historie, geschiedenis, geschiedenis. Hè. En wij hebben al voortgaan. Wij hebben al. En dus weet ik wat, deze telegraaf van gisteren. Die is perfect. Dus zo. Hè. En die hebben zich ingezet van alles. En ik vind het schandaal dat ze dat zomaar beschouwen als zijn. Als de Duitse soldaat er niet was geweest. Viering zei straks, ik begrijp niet van bourgeoisie. Rusland stond samen heel open, te bourgeoisie helemaal. Als Hitler niet was geweest. En of je negatief op Hitler of positief, doet er niet toe. Hitler is de man geweest die het tegenhoudt. Ten koste van alle mogelijke mensen. Dat geef ik absoluut toe. Maar daardoor zijn wij, Nederland, een gedeelte van Duitsland, nog vrijgebleven van bourgeoisie. Hoe we langzaam leven we nu haast in de bourgeoisie tijdperk. Hè? Want geld speelt de rol waar ik absoluut tegen ben. Hè? Maar ja, dat is globaliseren. Ja. Neem, hè? Verschrikkelijk hoor. Neem toch waanzin van elektriciteit dat we dat niet aan kunnen, kom zeg. En dan zeg je tegen de mensen, airco is minder. Je hebt toch, in Indonesië heb je toch ook allemaal. Maar je moet gezag en respect hebben. Dat is er niet meer. En zo'n balkende, dan kan je beter in een kinderdoosje stoppen. Dan dat je zegt, dat minister-president, ik spreek met Poetin. Ik spreek met Poetin. Komt die stopje zo in je zak. Dan zijn de figuur. Dan kan je toch niet meer praten. Dat is toch onmogelijk, toch? Nog een vraag. Om even terug te komen op de periode van de laatste weken dat u nog met uw man samen was. Ik wil een potje hebben. Ja, en nog een potje. Ja, ja, gaan we daar. Neem je het zelf ook, hè? Neem ook zelf, ja. Wat wil je vragen? De laatste paar weken van 1945, ja. Toen uw man, toen u met uw man de laatste paar weken dus samen was, wat is er geschied, dus hoe is het... afscheid verlopen en wat is er daarna met u gebeurd? Nee, ik ben maar één nacht met mijn man. Ik heb dus, mijn man is pas in Hawaii naar het front gegaan. Mijn broer was daar hoofdcommandant. En eens per week heb ik geprobeerd mijn man te vinden. En ja, ik heb hem 30 maart heb ik dus op een schorvenman gezeten. En het was al helder. En ja, die jabos die waren zo 2 meter boven je hoofd. Hè? Die schoten zo. Dat kan je niet meer voorstellen die tijd tot toen. Het was gewoon vrij wild. Hè? Ik heb wel dikwijls om een boom heen moeten gaan. Ga je aan de kant van de boom. En ja, ik ben dus weggegaan. En zo heb ik dan nou en nooit mijn kinderen uit die beveen kunnen weghalen. De Polen waren aan het opmars. In de Polen waren heel, heel slecht als soldaten. En die, alles wat zijn vrouw en kinderen hebben ze kapot geslagen. Dat is echt waar. Dus ik ben steeds, ik heb een reusachtig geluk gehad. Ik heb door de waterlinie heen, heb je dus een weg. Dat is altijd water. En je moet dus, moet die weg blijven. Hè? Dus ik heb zelfs een geluk gehad dat ik niet afgeleden ben. En de Hogeveen was dan de SD. Heb ik een papier gevraagd, die landen de Friesland te gooien, had je weer aparte papier voor nodig. Daarmee werden alle bruggen uitgesprongen gedaan. En ik moest ergens mijn kind krijgen. Mijn kind moest geboren worden. En ik had kennis aan haar. U was toen zwanger van mijn derde kind. En toen heeft u zelf de bevalling gedaan. Ja, en toen werd ik moest gewoon hier. Dat die mensen wel weg. Maar, nou, toen ben ik naar Friesland gegaan. En toen ben ik daar gaan naar afzetdek. Die afzetdek was helemaal vol met soldaten en ons Nederlands. Ik had nog de auto van de Nederlandse bank. Ik had dus gas
en benzine. Dus ja, god, honderden. Er lag één bootje lag daar. En toen, dat kind kon elke seconde komen. Dus ik had alleen maar zo van, oh god, nergens was water, nergens was licht. Dus zo makkelijk was dat niet, hè. Dus ik zag de kennis, ik heb de sleutel van een Nederlandse bankauto aan een kennisgreep die er stond. Zie je, neem mijn auto, zet er benzine in. Ik heb mijn kinderen in het bootje gegooid, met twee anderen. Dus dat Jan Spronk was een oerboot. En die heeft niet eens geweten dat ik erin was. Hè. Toen werden we beschoten van boven. En toen zijn we allemaal opgevallen. Toen hebben ze wel gezien dat een vrouw was in hun boot. Die zwanger was ik. Hè. Dus, maar we konden niet naar Schelling, want de Schelling was ook al bezet. Nee, Texel. Toen zijn we naar Schelling gegaan. Toen hebben ze mij uit de Schelling hebben ze een fiets voor mij gestolen. Het enige wat we kunnen doen, fiets. Nou, ik had een fiets en 2,5 kind. En ik was een doodsnood in een gosje voor een kind op de straat hier. En toen heb ik nog wel een kamertje gekregen. Nou, het was nou eens die kamer. En dus daar sliep het ene kind uit het andere kind. Ik heb zelf, ik ben bioloog. Ik ben in oerbos geweest. Ik heb in Indonesië veel meegemaakt. Dus ik wist wel hoe je kind geboren. Ik heb zelfs in de hartslag doorgekregen. Nou, mijn kind is dus gezond ter wereld gekomen. En dan is misschien mijn vrouw. Ik heb altijd angst gehad dat ze wou zeggen, dat kind is niet van mijn man. Hè. Dus ik heb die hospice gevraagd. In godsnaam ga naar de straat naar het gemeentehuis om een papiertje te krijgen dat mijn zoon is. Mijn man en mij. Dat is gebeurd, maar ik had meteen heel de Schelling. Want iedereen kende mijn man qua biljet, hè. Als het dan weer op 10 gulden bij de dat al. Dus wat, die vrouw en de kind, papa. En dus kwam er allemaal kwast aangezet tegen mijn raam aan. Dus ik was al weer uit. Mijn kind was toen 4, 5 dagen oud. En uw man had zich inmiddels aangemeld bij de Scheveningsstrafgevangenis? Nee, mijn man is. Mijn man was dus bij de laatste tezamen opgevangen in Elst. Mijn man had Koolhaas als de generaal van de landstouw, maar die Duitsers kennen nooit talen, beheren nooit talen. Mijn man bezit Frans en Engels goed, dus mijn man was de enige van de twee Duitse gevangenen die zijn taal beheerst. Dus mijn man was natuurlijk een dolmetscher. En daar komt pas wel het aan. En die ziet, mijn man was helemaal dolmetscher van Koolhaas. En wie is die schoft? Ons. Nou, en die is toen met, hoe je bent, van de nationale, die andere keer, samen in Utrecht gebracht. En daar hebben we nog 2 dagen met de Canadezen gezeten. En zogenaamd zijn testament geschreven. De Canadezen waren niet, die begrepen er niets van. Die waren correct. Maar het probleem heeft nagaan, heeft geld gegeven onderwereld, uitleveren en geschreven neer. En zo zijn onze mensen. En waren de Amerikanen en de Britten toen al in Nederland? Of gedeeltelijk? De Amerikanen die rapporten, die allemaal voor Amerika werkten. En Engelsen, met de Polen waren opgelopen. En de Canadezen? Ja, en de Canadezen waren bezetting. De Canadezen is niets, is al helemaal niets. Je wist ook niet waarvoor en waarom en hoe. Ze waren wezen correct, hè. Maar ja, dan, toen ben ik in die kamer, heb ik het kind gekregen. Alle mensen op de Schelling kwamen voor me aan, honderden die van me aan stonden, die waren dus bij doden en mijn kinderen. En die hadden allemaal zo'n mooi vlaggetje, omdat het bevrijdingsdag was, hè. En toen zei mijn kinderen, goh, waarom krijgen wij zo'n vlaggetje? Ze hebben nog gezegd, geef mijn kinderen ook nog een vlaggetje, hè. Hebben ze nog gedaan ook, dat heb je gegeven. Nou, dan had je de eerste man al, zo van, die mij wou doodslaan, hè, als hij een vrouw was, dan weer. En dan komt nog één keer die auto rond van die boot, die marineboot, om te kijken of er Duitsers op de straat zijn, omdat het voorbij was. En ziet dus mij, herkent mij, rijdt met die auto door de menigte heen, gooit mijn kinderen in zijn auto en ik ook met hen, zo mijn hoofdje beneden, zo ging dat allemaal. En die kerels stonden al op het pad van die auto. Dus ik zei, ik kan niets voor je doen,
Toen kreeg ik zo'n fles met gif. Ik zei, nou, je kunt er nooit meer uitkomen hier. Toen staan in bezet. De Amerikanen, de Duitse vloot ligt al hier. De Duitse vloot is gevangen genomen. Dus ze kunnen niet meer weg. En toen, dus bij de haven van de Schelling, heeft hij mij uit die auto gedropt, zodat met mijn kinderen. Dus één scheepje was apart, was individueel. En die, als hij dat bereikt, misschien lukt het niet, maar wij zijn gevangen genomen. En ik heb dat bordje bereikt. Nu heb ik veel gekke dingen in mijn leven gedaan. Dus ik zat met die kapitein en mijn 2,5 kind, dus de kleine baby van de week, en met twee anderen. En we zijn met die boot, ze hebben een anker gelegd en we zijn gedobberd. En door die mijnenveld heen. Dat is ongelooflijk, hè? En dus uiteindelijk een koekje. Ja. En zo na een paar weken zijn we in Koekzaal aangekomen. Ja. Maar een hele Duitse vrouw is gevangen genomen. Wat zegt u in Koekzaal? In Koekzaal ben ik aangekomen. Toen had ik eigenlijk, was ik zo goed als dood en mijn kinderen eigenlijk ook. We hadden geen eten. Ik moest een kind zocht geven, dat ook niet meer. En daardoor ben ik uitgeleverd naar het ziekenhuis. Met mijn drie kinderen, de baby boven de babyafdeling en twee kinderen bij de kamer. En daar had je al de Engelse, hoe noem je dat? De Engelse. Military police. Ja. En die vroeg wie ik was. En in het eerste begin denk je nog dat je eerlijk moet zijn. Dus ik zei: mevrouw de president. En toen merkte ik al: oh, er moet hier een berg gehaald worden. Toen ben ik nou zo'n beetje bewust was gebleven om niets te zeggen. In eerste instantie uitgeleverd bij de accijn aan Rusland. Hè. En toen heeft die verpleegster van de babyafdeling, waar 30 baby's in Koekshaven. Koekshaven ligt in het voormalige Oost-Duitsland? Ja, Koekshaven-Duits, ja. Ja. In verband met dat u zegt dat de Russen daar uw uitlevering wilden? Ja, ja, het was toen alles bezet, hè. Ja. En dan was de afdeling van de babyafdeling. Daar waren 30 baby's. Eten voor 2 baby's. Waar 1 baby mijn baby was. En nog een ander zou mijn dochter aan. En toen zei ze nu met die uitleiding. Toen hebben we dus langs elkaar gebonden. Toen hebben mijn kinderen zieken meegaan en ik ook. Op straat, dus zij zou op straat gaan, die verpleegster. Ik kwam weer een grote vrachtauto. En zei: ik blijf gewoon staan, probeer jij dan in die vracht toe te kruipen. Dus ik ben mijn drie kinderen, zo goed en kwaad kon, achter in die vrachtauto gekropen. Zij stond ook die vrachtwagenchauffeur, Engelsman boedend, dat zo'n idioot daar midden op straat stond. Daar had ik de kans achter in die auto te gaan zitten. En, nou ja. Ik kon net eventjes goeiedag werven toen we weer deur gingen. En dat 20 kilometer hebben ze mij ook ontdekt, eruit gegooid. En toen liep je op straat. Hè. En dat is werkelijk waar, als je ons eigen Europa ziet, waar niets was. In Duitsland, je had geen bordje. Je kon alleen volgens de zon kon je wandelen. Hè. Je was alles eind van de oorlog weg. Het was gewoon of je in de woestijn liep. Hè. Ik moest recht in Goslar zijn. En daar, ik had tegen alle buren gezegd, als ons was gebeurd, Goslar. Dat is ons, mijn vader kon er vandaan. En toen kwam er een auto met die rode petten van Ritten. En die kende weer geen Duits. En die zagen mij, u mag niet lopen staan. Dat wist ik. Maar ik zei, ik kan jullie door met je, ik kan geen Engels. Geen Duits. Dus ik mocht met mijn kinderen op die, hoe noem je auto, BBC, nee, je noemt het, de rode petten. De Engelse, ja, dat weet ik. Ja, kan je zeggen. Ja. Nee, want ik ben zo richting de zon, af in Hildesheim. En zij moesten naar Frankfurt toe. Maar ik vond geen bord, niets. Maar op een gegeven moment merkte ik meer, als ze fout gingen met de auto gooien. En toen was ook mijn keeltje stond op straat. Die zei, wat doet u? Ik zei, ja, ik moest naar Goslar toe. En je was gewoon zo'n landlopstertje.
liep dus op straat. En zei, oh, mijn mami, mijn mami wil wel dat u kan staan. Een klein jongetje nam mij en mijn drie kindertjes. Ik had één bed in Hildesheim was dat. Daar heb ik mogen liggen. Ik was en mijn kinderen ook. En toen ze wonen, zijn gewandeld en was daar. En daar heb ik net mijn kinderen aan mijn ouders kunnen geven. Reeds de volgende, was al bekend dat ik er was. Hè. En daar heb ik een Hollandse, Hollandse politicus, die ons allemaal gevangen nam uit Berlijn. Een speciaal overgang van mij. En die heeft mij, alles naakt, hè. Hoe ging alles naakt? Vrouwen of zo, alles naakt. Dus die heeft mij 24 uur staand verhoord. En het was eigenlijk toch een zeer correcte keel. En toen na 24 uur zei hij, als je spreekt de waarheid, u wordt weggeleverd, uitgeleverd naar Rusland. Ik zorg dat u wegkomt. Ik doe één dag niks. En toen ben ik als vrouw op het land, ben ik onkruid gaan bieden. En mijn kinderen waren bij mijn ouders. Dus dat was een bok voor mij. Hè. Dus dat was het eerste begin geweest. Nou, en dan, ja, ik moest ook van mijn kinderen zo weer opgepakt. Ben ik uitgeleverd naar Nederland toe. En daar heb ik die vrouwenkamp alles meegemaakt. De Nederlandse keuze echt niet pochen. Dat is geweldig goed zijn geweest. Het vrouwenkamp, je had mannenkamp, veel mensen hebben zichzelf opgehangen. En dat was een totale chaos toen de tijd, vreselijk. En ik was erg blij dat mijn kinderen even in Goslar waren. Het was de eerste 3 maanden, hè. Dat was het ergste. Opgejut, opgroeien. En er was geen controle van Israël, geen niets. Het was een vlucht. Ja, ja. Maar ja. Zo was dat. Pas. Neem maar wat je hebben. Ja, ik neem nog een potje. Vraag maar wat je vragen wil. Vraag maar wat je vragen wil. U zei als laatste van zo was dat. Die eerste 3 maanden waren het ergst. Toen kwam u op een gegeven moment, omdat u de kinderen achtergelaten bij uw ouders in Duitsland. U bent op een gegeven moment teruggekomen in Nederland. Of althans in de vrouwen, via die vrouwenkamp. Ik ben 2 keer gevlucht. Ja? Uit kamp. Ik ben 2 keer gevlucht. Ik ben 3 keer zwart over de grens van Nederland naar Duitsland. En dat is belachelijk. Niemands land, daar deed je allemaal dag over. Hoe kwam u erachter toen die man vermoord was? Nou, dat heb ik pas gekregen toen ik weer terug was in Nederland. Toen moest ik belasting betalen. Ik moest betalen 45 gulden voor de wegenwagen die oud vuil op had, dat was een man ingegooid. Hebben ze op mijn afrekening. Dat is het eerste begin dat mijn man werkelijk dood was. Dus en hoe lang was het tijdsbestek dat u toen u die rondvlucht had gehad en uw man voor de laatste keer gezien had, tot en met dat punt? Hoe lang was het? Anderhalf jaar zit. Anderhalf jaar wist u dus niets wat er was gebeurd. Nee. Je hoort verhalen. Ja. Je hoort verhalen, mijn man is het raam gesprongen en hebben de trap gesprongen en dit en dat en dan weer dat je Brazilië was. Ze hebben ons in januari 25 aangeboden naar Brazilië te gaan. Mijn man zei, ik ga niet, ik blijf hier. Ik zei, ja, ik ga ik ook niet. Dus hij zei, ik ben de enige vrouw in Nederland gebleven. Hè. Alle vrouwen van ons moesten naar Duitsland toe. En toen de situatie zich min of meer weer een beetje begon te normaliseren in de zin van uw rechtspositie, dat was na de gevangenschap, dat u vrijgelaten en toen? Nee. Ik ben gevlucht in Duitsland gegaan, weer opnieuw opgepakt. Dan is daar wel iemand die dan weer zegt, oh ja, ik was pas op de vrouw van mijn man. Hè. En ik ben 3 keer opgepakt. En er waren natuurlijk veel Nederlanders, ook invalide mensen die in het ziekenhuis lagen. En vanuit Goslar ging dan zo'n ziekenwagen. En dan werd je ingepakt en gegooid. En dan werden die al een keer zeer verhoord in Nederland. Hè. Maar
Ik heb zelf in 1947 heb ik mijn moeder met mijn jongste zoon naar Nederland kunnen krijgen. En mijn twee kinderen zacht over de grens. En in Hulsen woonde mijn grootmoeder nog. En daar heb ik mij vergalopeerd in de avond. Ik was zo enorm gelukkig dat we hier samen waren. En toen is iemand door de sleutel gegooid. Toen werd ik van afgehaald door de politie. Toen was ik weer in de dodenzaal Amsterdam. Hè. En daarop is gekomen. Daar heb ik maar 14 dagen gezeten of zoiets. En dat was iemand, was nooit meer een katholieke priester. Die vond, je lag op de grond. En het was ongesteld. Het was echt de dodenzaal. Hè. En die vent heeft me eruit gehaald. En zo ben ik vrijgekomen. En een zekere Sasse uit Nijmegen, ik weet niet waar die man nu is, die is de kerkbericht dat mijn moeder doodziek was. Die hadden ze toen ik gevangen op over de grens gezet. En ze hadden ze zo deed men dat ze vrouwen bij de schelen onderzoeken of daar niet geld in zat, weet ik wat vrees. En dat moesten onze mensen wel anders hebben. Mijn moeder kon er natuurlijk helemaal niet tegen. Mijn moeder is ook gestorven toen. En nou ja, op een gegeven moment had ik ik heb eerst eindeloos briefkaartjes geschilderd gedaan, zo een beetje geld verdiend, hè. En dan heb ik schilderijen geschilderd tot weer dus, eigenlijk tot de schoolst en kinderen. Dan kon je, moest je ook wel op die vrouw, ik was gelijk aan die vrouw die op haar hart van mensen schilderde. Eerste kocht. En toen ben ik Davis in Nederland gekomen. En Arthur Wilma graag huiden had gewerkt. Dat was kon maar zwart. Onder school kon ik geen kinderen mee opvoeden. En ik ben mijn oude neef in Den Haag geweest. Die zei, nou, je mag wel hier komen. Toen zei, waren natuurlijk niet welkom bij niemand. Hè. Had je een kamer, lag je op een kamer. Zo met vriendinnen. Dat was zo naast elkaar. En als je elk kwart een beetje verdiende, stop je in een pot. En zo hebben wij gestart. En hoe lang heeft de situatie geduurd tot je het? Nou ja, het eerste jaar was zo'n beetje doorgaan. Hè? 7 jaar daarna? Nee, enkele jaren. Enkele jaren. Dus tot, laten we zeggen, begin jaar 50? 48, nee, korter. Dus die kamer die ik had, daar waren wij als gevangenen naast Kaasje sprak van het Zeeland en onze vriendin die alles dan vrij kwamen uit de gevangenis. En iedere zocht zijn eigen familie natuurlijk op. En ik heb Asjes, ik heb een zekere bof gehad, dokter Asjes, die was in Den Haag. Dan mocht ik secretaresse spelen in Leiden, dus dan had je een baantje. Dan kreeg je wat geld en zo'n grafologie. En gewoon daarvan ben ik dan grafoloog ook geworden. En een grafoloog, die was dan handschriftkunde, is dat, hè? Dat was dan in, spreek ongeveer, ja, 49 of zoiets. En dan was er een avond en stampvol grafologie, les. Er zat een man naast me. En die zo'n handschrift zien, was mijn huis. Toen was zo'n 16 in Den Haag. En ik stond van, zo komt hij aan dat adres. En vaak is het handschrift. Ik zei, ja, ik vraag het adres. Zegt, het is mijn huis. Toen zat de dokter vanzelf in mijn huis. In de Rielstraat, ons familiehuis. Was door de Nederlandse regering gewoon aan niemand gegeven? Alles beslaggelijk. Ja. Als ik nu vanochtend nog een Mondriaan zie. De Mondriaan. Wij hadden honderden schitterende schilderijen. Alle grapt, gestoord, geroofd, gedaan. Die ene Mondriaan nu, wat hebben ze gegeven nu? Ik weet niet hoeveel. Nou ja, ze zijn kapitalen. En s'avonds ons en ze bezig van. Nee, die ene Mondriaan waar u aan refereerde, die klopt, die was maar 45 van het uur. Dat was een goedkopere Mondriaan. Ja. Ik had er twee. En toen, op een gegeven moment, toen u die baan in Leiden had, en nu dat die man heeft ontmoet, die... Nou, toen heeft hij dus, toen wou hij op die avond met mij niet meer spreken.
als je boos was. Maar ik dacht, ik moet die man kwijt. Ik blijf zitten in de zaal. Hij ook. Zaten ze twee keer naast elkaar in die zaal. Pulging, studio in Den Haag. En toen zei hij, ja, god, we moeten ze eigenlijk praten. En ik had geen cent geld. Dus toen zei hij tegen mij, ik ben dokter Salve. Ik was een huisdokter geweest. Huisarts in Ethiopië. En ik zei, ja. En mijn huis, ik zou niet kunnen meer wonen, ik heb geld. Toen zei hij, ik heb een leeg huis in Vel. Verwaarloosd dan wel, maar dan bied ik u aan. In ruil voor uw eigen huis. Ja. En zo ben ik in Vel gekomen. En daar heb ik altijd gewoond. En was toen, de verhouding was bijna een stuk. Het is nog mooiste huis van Nagen. Dus dat is eigenlijk decennia lang heeft u daar gewoond? Waar? In Vel. 50 jaar, ja. Tot en met, laat maar zeggen, een aantal jaar geleden toen u hier kwam wonen. Nou ja, het is natuurlijk zo, kijk, mijn leven is natuurlijk, ik heb 3 kinderen moeten opvoeden. Als geld is weggenomen. Je geeft je eigen geld 2000 schulden, dan moet je mee doen. En ik wou de huis, wat alles. En ja, toen heeft u uw leven in Vel weer een beetje proberen op te bouwen. Nou, ik heb eerst een grafologie gedaan, dat ging toen niet meer. Dan heb ik geschilderd. Dan is ook. Toen heb ik een godsnaam boekhouding gedaan van een firma in België. En toen had ik vertegenwoordiging. Toen heb ik gedacht, ik ga maar beginnen met een firma. En toen heb ik 36 jaar gehad. Eigenlijk mijn vriendin. Maar. Je hebt toen uw eigen firma opgezet? Met Gronden Scholen, ja. Ja. Ik heb natuurlijk in zekerheid altijd geluk. Het leven bestaat uit regeren en dirigeren. Ja? Je moet kunnen dirigeren, je moet kunnen regeren, je moet kunnen weggeven aan mensen die je vertrouwen, die dat ook weer doen. Ik heb in wezen zelf geen snaf verstand. Ik zei, ja, ik had wel een firma. Ik was dé firma van Nederland. Naast Sinus en Zeiss. Maar toen hebben ze me weer. Ik ben natuurlijk veel. Aangevallen, dus mijn 120 kapotte ramen, ik leefde achter gaas, mijn auto hebben ze rempen kapot gemaakt, huis hebben ze in de fik gestoken. Uiteindelijk op het eind hebben ze het. Nee, steeds waar, continu. Ja, dat, continu, maar toen er zo'n grote brand was een keer, toen had u er genoeg van en wilde daar weg. Nee, die brand is geweest. En die heb ik alweer gerepareerd. Maar. Ik had natuurlijk schulden. Toen had ik. Toen hebben ze mij. Vergiftigd, hè? Toen ben ik. Dan weet ik ook niet van. 1 week heb ik een ziekenhuis gekregen. En daar weet ik er niets meer van. Toen ik terugkwam aan een 9, zat in mijn firma vrienden in Vel. En dan was het heel het einde. En mijn bank was de ABN. Toen de tijd niet, heette niet de ING. Maar toen had ze die 9 had schulden gemaakt, had ik geen geld voor. Dus ze wilden mijn huis de directie pakken. En mijn firma was een goede firma op zelf. En was dan een man uit Canada, die zou mij geld voorschieten om mijn firma vrij te krijgen. Maar hij wou me, want ik was zo zeker van mezelf, dat ik dacht, omdat ik geen kapitaal had, heb ik mijn eigen firma, op een gegeven moment groeide hij 20 man personeel. Dus ik had dus geen kapitaal als zodanig. En als je met kerst of zo wat, dan moet je betalen. En toen zei de bank tegen mij, want als u uw huis nou invoert in uw firma, dan kunnen we u altijd voorgeschreven. Je moest soms zelfs 30, 40 jaar schuld betalen. Wat ik cash niet had. Maar met mijn huis was goed. En toen ben ik erin getuind. Dus dat is goed. Dus ik kon betalen.
aan het eind van de maand, als ik nog grappels krijg, ik geef vrouwen, dan weet ik wie. Als je, je moet een film hebben, moet je kapitaal hebben. En dan, ik speelde er zeer goed mee, maar het huis was ideaal. En ik was zelf de enige aandeelhouder, plus directie. Dus ik heb nooit gedacht dat mij iets zou overkomen. Maar toen ik dus aangesloten werd of vergiftigd werd, toen had je het, hè? Ja, dat was in Velp toen. In Velp, ja, ja, ja. 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 En toen... Door wie was dat? Ja, door wie was dat? Dat weet u nog steeds niet. Dat was op mensen die op bezoek waren. Ja. Hm. Ja. Ik heb dus, heel gek, ik heb dus... in mijn eigen leven, ik noem al de hoge spokers, ik heb zo'n mannetje gehad, die kun je niet vanaf het begin van mijn... uit mijn detentie zijn van de gevangenis, tot per nu 4 jaar, dus die zelf dood was geworden. Die was altijd, belde hij me op, van Stongen, pas u op, vannacht wordt u doodgeschoten, of vannacht gaat u huis aan het fik, of vannacht gebeurt er wat. En dat was heel merkwaardig. En die man, die heeft een aparte naam, in Vredeland, Vredeland, bij Loosdrecht. En inderdaad, als uw zonen u bloemen aanbieden, tussen die bloemen gifs, dat is uw dood. Ze hebben natuurlijk eindelijk geprobeerd mij dood te krijgen. Vanwege dus dat ik op ons houden met te vragen hoe mijn man omgekomen was. Hè. En dus tot het onvoorstelbaar doorgaan. En ik heb vele raadsgevingen van iemand gehad. Ik zal zeggen, er wordt vannacht. Anne Frank Stichting verstaat uw huis. Ik had tegenover mijn huis. Dit is mijn huis daar, hè? Dat ken je, hè, mijn huis. En had je zo'n land. En Anne Frank had zo'n bestraling. En die komt rechts op je bed. U moet uw bed verzorgen. En hij is er net in geholpen. Die was dan. Die kopjong is verlamd. En ik was dus. Weer doorheen gekomen. Zodoor zeg ik dat je gewoon, je wordt zoals dit schilderij waarbij iedere keer een pakje aan en je moet het accepteren. En nu, op dit moment, ben ik zover dat Nederland toegeeft dat mijn man dus eigenlijk op een verschrikkelijke wijze mishandeld is. Hè. En u maar, weet al die jaren nog steeds niet waar hij begraven is? Nee, ja. Dat is gewoon gedumpt. Weet u, heeft u wel enig idee waar die plaatsen waren? Moeder daarvan? Ja. Of het moet toch ergens gebleven zijn? Nou, ik weet het niet. Het is, ik ben in Den Haag. Ben ik op mijn onderzoek naar mijn man, dus gaan naar het ziekenhuis. En was het directeur van het ziekenhuis. Zijn we wel stollingen. En dat is zo verschrikkelijk bij die man, dat daar kan je over praten. Gaat er maar naar haar, hier de taxi, gaat er maar naar, schreef je tegen zijn begraafplaats, tegen het witte huis. En nou, daar kwam ik dan, dat was weer ziekert, mijn man. En ik zei een beetje iets van man af, ziekert, maar ik ga weer, was er gauw. Daar gewoon 40 mensen hebben ze erin gegooid. En dat is gelokeerd op de Scheveningse begraafplaats? Ja. Dus u weet wel waar die plaats is? Scheveningse begraafplaats, ja. Maar, niet, maar u weet niet waar op die plaats, dat is het. Dat was de grap in het oude zorg. Ja. Toen, Parvertine was het toen nog. In deze nog. Parvertine heb ik gezegd, nou ga ik na 10 jaar, ga ik naar de Raad van State en dan ga ik vragen, mijn man, hè? Want je moet het oude. Je hebt 10 jaar voor de oude afdeling. Dat is gedumpt. En dan gaat ze het weggegooid. Dus ik heb voor 10 jaar de Raad van State heb ik opgegeven. Ben ook verhoord. En het was ook doodstil toen ik over een man sprak. En ze zeiden dus toen naar je man. Is er niet meer, weet het niet. En
Ik zeg, we hebben familiegraf. Ik kan wel eruit gaan, familiegraf brengen. Ik heb een nee gekregen. Ondertekend van koningin Juliana. Nee. En nou, dat is het laatste. Dus het is zo dat op een gegeven moment uw man een heleboel jaren in een massagraf heeft geleefd op de Scheveningse graafplaats. En daarna is dat graf na 10 jaar ontruimd. Dus dat, En dan denk ik wel dat er iemand is geweest die hem eruit gehaald heeft. Hè? En dat zou kunnen zijn in Vreeland. Dat is een heel geheim klein begraafplaatsje. Daar heb ik net pas voor 3 weken een jongen toegestuurd om na te gaan zijn 3 platen. En ik ben nu bij de Binnenlandse Zaken bezig. Ze spreken bij mij nu. Ze geven toe dat het, ze zo gelukt hebben er nooit gehad. Nederland is aan het veranderen op dat week. En toen u op een gegeven moment naar de Raad van State ging, dat was in 19? Dat was 10 jaar, dat was. Ik weet niet precies meer. Hè. 10 jaar na de dood, of 54 denk ik. 1954. En toen is het graf geruimd blijkbaar, na 10 jaar. En daarna is het gewoon tot nu toe zoek. Ja. Ja. Oké, okay, dat lijkt me een mooie afsluiting. Dank je wel. Ja. Ja. Ja, dat is een knullig verhaal, hè. Het is puur knullig verhaal allemaal. Dat is heel snel, hè. Ja. Dat is het nieuw? Is dat nieuw? Leuk. Nee, er staat nog, want ik zei ook 9 minuten nog. Ja, weet ik maar. Dat is een eentje volgeschoten. We hebben er eentje volgeschoten. Ja? Nu heeft eigenlijk het hele verhaal weer verteld, min of meer. Wel dingen door elkaar, maar dat geeft niet, want er is een montage voor. Zoals ik al zei, een verhaal wordt nooit 2 keer hetzelfde verteld. Nee. Dat is ook niet natuurlijk. Maar min of meer ben ik wel blij met dit verhaal. En ik ben benieuwd hoe het geluid. Ik maak me wel een beetje zorgen omdat u die afstand zo had. Ja, ik had. Microfoon, maar, ja, god. Nee, ik heb echt in gedachten dat. Nee, maar dat gaat zo er echt zitten. Zo. Op een gegeven moment, als u een verhaal vertelt, dan bent u in dat verhaal. En dan kunt u natuurlijk ook geen rekening meer houden met. Of er nou microfoon staat of niet. Nou, hadden we gezegd. Was nee, gezet, hoor, hoor. Dat is goed. Ik heb denk dat het gedacht. Gelukt is. Dat is een vrij goede microfoon, hij is splinternieuw, gisteren aangeschaft. Dus, dan gaan we aflopen. Ja, dat is goed. Nou, oké. Okay. Ja, nou. Adriaan heeft van mij 2 video's. Waar mensen in Arnhem mij opgenomen hebben. Ik heb een hele week voor die 2 kilo's gewerkt. Ja. Toen, en die heeft geen ontzetting. Nou, nu moet ik jou geven. Waarom? Ik zeg al wat we nu zelf opgenomen hebben of wat er nu nog aan documentatie is. Ja, maar dit zijn is. 2 heel bijzonder goede dingen. Ja. Maar het moest niet Engels ondertiteld worden. Toen heb 2 keer zijn bijgehaald aan elkaar. En ik heb het zelfs niet meer. Dit huis beschouw ik als alleen maar als huurhuis. En niet mijn eigen huis. Hè. Nee. Dus, Nee, maar het is geen ramp. Want kijk, in die zin, we hebben zoveel materiaal, plus nog materiaal wat andere mensen gemaakt hebben. En daar kan je toch wel iets aan samenstellen. Dus ik ben natuurlijk ook op zoek naar dat oude filmpje waar u en uw man door een erehaag van de SS heen loopt. En dat is in de oorlog, iets daarvoor denk ik misschien. Maar in ieder geval, dat, nou ja, dat is natuurlijk ja, gewoon bij het Nederlands archief. Oostman, hè, die Oostman die komt ook hier. Dat is een man die dubbelzinnig is. Hè. Hij ja. is goed of voor het werk hebben al zo pak. Maar aan de andere kant komt hij terug, dus ik zit hier weer. Ja. Je kan overal aankomen. Ja. Dus, dat filmpje, dat zwart-wit filmpje inderdaad. Ja. Ja. Nou, er is een filmpje van mevrouw met haar man. Dat ze gezamenlijk door een erehaag lopen van de SS. En dat zwart-wit filmpje heb ik jaren geleden was op televisie gezien. Dus dat is gewoon in het archief. Ja. En daar, kun je aankomen. Daar heeft iedereen toegang toe. Ja. Dus niet specifiek iets wat de NOS alleen recht op heeft. Er zijn een kopie van. En zit natuurlijk, kijk,
ik moet natuurlijk dood. Dus dat hebben ze aan de kant geprobeerd, hè. Want mijn man is dan inderdaad vermoord. En nadat mijn man dood was, zijn al die gevangenis verbeterd. Want Vergrijft heeft ze opgehangen, die heeft ze opgehangen en zo. Dus verbeterd allemaal. Maar het is nu wel zo, hij was toch. Dus ik heb de hoofd van de Nederlandse Bank, hè. Ja. En kijk, nu is net zo continu gezegd, of Nederland staat. Ja, zij zijn kwart heeft aangenomen. Ze zei nee, de koningin is verdwenen naar Londen toe. Op grond daarvan, de winkelman heeft de leiding moeten hebben, zowel van de militair als van het gouvernement. Gouvernement kon die niet. Zij zei ik ook aan bidden. Zij is officieel benoemd geworden door de Nederlandse regering, door winkelman, om alles te benoemen. Op grond daarvan is de man gewoon officieel benoemd als de president van de Nederlandse Bank. Dus de Nederlandse Bank kan niet zeggen. Dus als Duitsers zei nee. Zij was voor de oorlog. Het is doordat de koningin naar Engeland is gevlucht. Ja. Dus hebben ze een machtsvacuüm achtergelaten. Ja. Dus geen legale regering van Nederland aangewezen als opvolger. En de regering in Londen was illegaal. Ja. Ja, want dat was ook niet de juiste minister-president, als ik het goed had. Ja, precies, ja. Het is niet de correcte procedure, zijn ze weggegaan. Dus de oude minister-president wil toch met de Duitsers onderhandelen, als het goed had. Ja, een koningin verlaat nooit een land. Nee. Volgens mij was het delen. Ja. Met gegeven. Nee, maar in ieder geval, Wilhelmina heeft u uw man nog benoemd. Daar gaat het om. Mijn Wilhelmina heeft... mijn man nog genoemd, hoe bedoel je? Tot de president van de Nederlandse Bank? Nee. Nee? Dat is nadat inderdaad die hele kliek opgerold was naar Londen. Ah. Ze zijn gevlucht. Ja. Winkelman was de man, zowel voor militair als voor bestuur. Winkelman was puur militair. Toen kwam zij zeker binnen. Die heeft gekregen. En zij zeker heeft de burgemeester zelfs moeten benoemen, als zijnde, de hoofd van Nederland. En toen was Juliana, was koningin. Ja, en hij was, Winkelman was? Juliana is 1948. Ja, ja. En Winkelman was gewoon van de militaire gezag. Ja, hij was eigenlijk de feitelijke, nou, ze hebben gewoon het hele gezag van Nederland in zijn schoot verworpen. Toen zij onder de zijn gegaan.